Het Nijmeegse Museum Het Valkhof werd in 1999 officieel geopend. Het bijzondere gebouw is een ontwerp van de internationaal bekende architect Ben van Berkel, die onder meer de Erasmusbrug in Rotterdam ontwierp en het Mercedes-Benz Museum in Stuttgart. Het gebouw, dat in de volksmond wel het zwembad genoemd wordt of het aquarium, heeft een wat ongenaakbaar uiterlijk. Maar binnen vinden we een licht interieur met imposante trappartijen. De plafonds zijn soms strak, dan weer golvend. En wellicht ontdekt u daar ook de vier opgezette valken die her en der in het plafond verstopt zitten. Het is in ieder geval een prachtig onderkomen voor de bezoekers en de taxateurs van schatgraven. Is het van ivoor? Dat denken we, ja. Dat wil ik graag weten. Ja. En dat is iets wat u al heel lang heeft? Dat is van mijn overgrootouders geweest. Overgrootouders. Zeker weten? Ja. Dus u bent hier een beetje mee opgegroeid? Ja. En nou wilt u eens weten hoe oud hij is en wat of het ivoor is. En, ja. Het is een mooi dingetje, hè? Ja. Het is een mooi dingetje. Ja. We kijken naar een tamelijk wild tafereel. Het gaat er behoorlijk aan toe, hè? Ja. Ja, twee honden. Die zijn druk met een of ander hert. Maar het hert is nog aan de winnende kant, heb ik de indruk. Maar ik weet niet zeker. Het is van u. Staat dit bij u op de schoorsteenmantel? Op de openhaardschaal. Oké. Ja. Ja, daar hoort hij wel een beetje, hè? Ja. Ja. En we constateerden hier dat er een dingetje af was gebroken. Maar u zei, ja, maar in het echt gebeurt dat ook. En daar heeft u nog gelijk in ook. Ja, toch? Ja. Ja, dus dat kan nooit zo heel erg zijn, denk ik dan maar. Jij vindt het een mooi ding, hè? Als je het zo ziet, dan is het niet zo erg. Nee. Dan zou het zelfs bedoeld kunnen zijn als zodanig. Maar ik denk toch dat de breuk is me iets te vers om te denken dat hij dat expres zo heeft gedaan. Ja, ik vind het een aardig beeld. Het is natuurlijk een beetje altijd in onze ideeën een beetje zielig, hè, dat een hert. Ik heb wel begrepen, als je alle herten in leven laat en zonder natuurlijke vijanden, dan houden we geen boerenkool of bloemkool of wat ook meer over. Dus ja, ze moeten toch bejaagd worden. En in dit geval hebben we te maken met een hele aardige voorstelling. Die ook gemaakt is door echt een kunstenaar die zich heeft toegelegd op het maken van dierplastieken. En dat is dit bij uitstek natuurlijk. Ja, wie is die kunstenaar? Dat is een zekere meneer Fratin. En die heeft gewerkt in Metz in Frankrijk. Zo'n beetje de eerste helft van de 19e eeuw. En hij stond bekend om zijn kunde in het afbeelden van dieren. Ja, ja. En tafereel. En hoe kwam u eraan? Het is al heel lang gewoon in de familie. Familie. Ja. 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 Ja, dan weet je soms niet waar het vandaan komt. Het staat er gewoon. Nee, we hebben het gewoon
Het is er altijd geweest, laat ik het zeggen. Ja, dat weet je gewoon niet beter. Nee, dat weet ik niet. Hoor. Ja. Nee, het zou... Maar dat is dan toch wel leuk dat u er nu achter komt dat het ook een bekende bronsschieter is geweest. Ja, dat of kunstenaar in ieder geval. Zeker leuk om te horen. Brons dus. Ja, het is brons. Dit is marmer. Ja, dit is marmer en dat is brons. Ja. En het is natuurlijk gemonteerd eigenlijk hierop. Maar je kunt hem er toch zo van afpakken. Want, nou ja, dan kun je kijken hoe hij er aan de onderkant uitziet. Ja. Maar goed, dat is nou niet zo heel spannend. Hij zou wat mooier in de boemwas kunnen. Hè? Dat als je brons hebt en je sluit dat een beetje af met boemwas en je poetst het dan met een borstel en daarna met een wat zachtere doek wrijf je hem een beetje op, dan krijgt het vaak een hele mooie glans. Okay. Dat mis ik een beetje hier. Ja. Maar aan de andere kant, ja, ik kan me voorstellen dat mensen huiverig zijn om er van allerlei aan te doen. En inderdaad, als je een dergelijk beeld echt zou poetsen, dan heb je toch een heleboel van de schoonheid verloren laten gaan. Ja, ja. Heel voorzichtig mee omgaan, maar een beetje boemwas kan geen kwaad. Een beetje boemwas kan zeker geen kwaad. Hier is wel altijd wel belangstelling voor, hè? Ja. Voor jachttaferelen, toch? Ja. Veel verzamelaars. Ja, er is natuurlijk... Dat is toch een hele levendige volksgroep die zich daarmee bezighoudt. En ja, niet iedereen vindt dat even fantastisch. Maar als we met de kerst een mooie reebout of wat ook op tafel hebben liggen... Ja, dan zou ik zeggen, niet zo heel erg verkeerd. Hè? Nee. hoeveel is zoiets nou waard? Dit hele complete werk? Nou, deze kunstenaar is bekend, staat netjes in de boeken omschreven. Hij is ook bekend als maker van dergelijke voorstellingen. En dan moet je toch wel gauw denken aan tussen de 800 en de 1200 euro voor een dergelijk beeld. Ja, kijk aan. Ja, dit is natuurlijk een beetje jammer. Ja. En ja, een purist die zou zeggen van ja, dan hoef ik hem niet, want hij moet wel helemaal compleet zijn. Maar misschien dat een bronsschieter daar toch nog wel een keurig iets zou kunnen doen. Ja, ja. Repareren. Ja. Oké. Okay. In 1854 was meneer Doppelman in de Lange Brouwstraat, die begon een zeepziederij, zo heet dat. En dat begon hij daar niet alleen. Hij produceerde daar heel veel verschillende soorten zeep en was echt heel erg bekend. De mensen, de reiziger zoals ze het noemen, dus een vertegenwoordiger, die ging de zaken langs en nam deze dozen mee. Maar de zeep kon hij niet altijd meenemen. Dus daarom had je deze prachtige blokken, echt zeldzaam, en die nam hij mee. En dan kon hij vertellen van, wilt u er zoveel van die? Of wilt u glycerinezeep, lavendelzeep? Zegt u het maar. Deze prachtige dozen zijn allemaal van voor 1935. Dit doosje is speciaal gemaakt voor het was met de kroning van koning Willem III en koningin Emma. Het is erg leuk dat we nu in Nijmegen zijn en zo lang die fabriek hier al is. Het is toch enig. Goedemorgen, wat heeft u voor moois? Dit is hem, dit moet hem worden. Ja, ik ook niet. Ik heb ze wel eens vaker gezien, hè? Maar ja, je weet niet hoe het is. Ja, hij komt bij tante Om van mijn man vandaan. En mijn ouders waren daar op visite en niemand kreeg die kan al jaren terug. En mijn moeder kreeg hem. Zo. En die heb bij mijn moeder gestaan en heb ik hem meegenomen. En die was er blij mee? Nou, mijn moeder niet zo, maar toen ze overleed, heb ik hem meegenomen. Mijn zus zei toen nog, hij komt meer bij jou uit. Ja, ik weet het nu ook. Ik ook niet. Maar over een tijdje weet u het wel. Ja, dat klopt. Vaas van metaal. Ja, meestal heb jij dingen van aardewerk en zo, maar dit is een vaas van metaal. Ja. Zo klinkt hij. Inderdaad. Ja, en hij is van u, hè?
Ja, hij is van ons. Van u is hij. Ja. En wat is het voor een vaas? Waar is die voor bedoeld? Enig idee? Geen idee. Het is uit een erfenis van onze oom. Ja? Die had hem boven op de kast staan. Voor het mooie. Ja. Ja. Gewoon voor het mooie. En die zei, als ik er niet meer ben, deze vaas is bijzonder, dus breng hem niet naar de rommelmarkt. Nou, dat is een uitstekend advies, lijkt me. Ja, dat had oom goed gezien, toch? Ja, dat denk ik ook. Jij bent er ook mee eens, neem ik aan. Ben ik het mee eens, absoluut. Ja, ja, het is gewoon een heel mooi product uit de jaren 30. Je begon te zeggen, het is metaal. Nou, dat zit ook in de naam van de firma waar het vandaan komt. Namelijk de Württembergische Metaalwarenfabriek. En dat is afgekort WMF. En WMF bestaat nog steeds. Ja. Maakt nog steeds roestvrij stalen bestek en dat soort zaken. Pannen. Maar dit is wat ze in die tijd aan sierobjecten ook geproduceerd hebben. Dat doen ze nu niet meer, denk ik. Dit dat is iets wat een soort zijlijn vroeger was, wat gebruikelijker was. Ja, ze hebben tin geproduceerd. Ze hebben dit soort koperwerk met emaildecors erop gemaakt. Ze hebben zelfs glas geproduceerd. En sierglas, ja. Ja. En dit was een kunstobject. Wat weet jij daarvan verder? Nou ja, het is heel minuscuul aan de onderkant gemerkt. Dat is bijna niet te zien. Het is de speling van het licht waarmee je dat dan iets beweegt. Ze gingen er niet prat op. Nou ja, het geeft ook iets aan van kwaliteit misschien juist wel. Dat je zo'n heel klein merkje, net alsof het een zilvermerkje is als het ware, onderop dat metaal aanbrengt. De knop is overigens van ivoor. Kijk aan. Dus dat is ook niet mis. Okay. Nee. En wat weet je er verder van? Nou ja, de ontwerper van de vorm is Paul Haustein, die voor de firma WMF gewerkt heeft. Dit sluit helemaal aan bij de nadagen van de internationale Art Deco-beweging. Ja. 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 En was dat in de tijd een bijzonder ding? Dat denk ik zeker. WMF heeft natuurlijk altijd ook voor aan gebruiksobjecten geproduceerd, bestekken gemaakt, dingen voor het dagelijks gebruik. Maar dit waren natuurlijk de sierproducten. En alleen al het gebruik van dat ivoor geeft al iets aan over hoe bijzonder dit eigenlijk is. Ja. Ja, en hoe bijzonder is het nu, anno 2015? Ik denk dat dit wel goed in de markt ligt. Want die Art Deco en juist dit soort bijna op Frankrijk geïnspireerde vormgeving doet het best goed op dit moment. Waardetechnisch moet u denken aan ergens tussen de 500 en de 700 euro voor zo'n pot. Zo. Dat is leuk. Ja. Dat is niet geschikt voor de rommelmarkt. Nee, zou ik zeker niet doen. Nee. Daar gaat hij zeker niet heen. Nee, heel mooi. Nee. En waar staat hij nu bij u? Hij stond in een doos, want we hebben hem nog niet zo lang geleden georven, dus geërfd. Dus moet toch een plekje krijgen. We hebben nog geen plek. En we wilden dus eerst weten wat het precies wat het was. Ja. Goed idee. Nou, u weet het inmiddels. Ja. En hij krijgt een goed plekje. Zeker. Ja, zeker weten. Ja. Ja. We gaan weer nader kennis maken met een van onze taxateurs. En vandaag is dat Willem Oudekerker, antiquair. Denk ik altijd, hoe wordt iemand antiquair? Ja, het is begonnen met de liefde, zal ik maar zeggen. Ik was verliefd op de dochter van de antiquair. Kijk, altijd een goed verhaal. Ja, en het was wederzijds. En uiteindelijk, ik zat 8 jaar bij de Koninklijke Marine. Want dat was eigenlijk mijn elektronische achtergrond, om zo te zeggen. En toen ik bij de marine wegging na 8 jaar, want ik had een dienstverband, toen zei mijn schoonvader destijds, maar heb jij geen zin om die antiekzaak over te nemen? Ja, maar daar heb ik toch helemaal geen verstand van. Ja, maar dat leer ik jou. Jij komt een jaar bij me werken. En als ik het idee heb van je hebt het wel in je, dan ga ik een jaar bij jou werken. En dan heb je 2 jaar de tijd om ingewerkt te raken.
Of schoon, ja, antiek, dat leer je in een heel leven niet, want het is veel te omvangrijk. Maar het is zo gegaan en ja. En je had het in je? Ja. Nou heb jij hier een winkel, hè? Ja. Grote ruimtes, want je zit in een mooi oud pand, zit je. Ja, zeker. Nou weet ik toevallig dat niet alles te koop is. Het kan maar zo zijn dat als ik binnenkom en ik zeg ik zou dat willen hebben, dan zeg je nou nee, sorry, ik verkoop het niet. Ja, dat kan. Ja, die kans dat lijkt me niet goed als je handelsman. Nee, is het ook niet. Oh. Maar ja, goed, het is zoals het is. Misschien als je alleen maar uit oogpunt van handel dingen koopt, dat je denkt van nou ja, ik heb het vandaag gekocht. Ik heb liever dat het gisteren weer verkocht is, bij wijze van spreken. Maar dat heb ik niet hoor. Nee. Willem, als ik naar jouw winkel kijk, dan zie ik heel veel antiek. Ik zie Chinezen, ik zie schilderijen, ik zie bestek, ik zie klokken. Heb jij een specialiteit of werkt het zo bij jou niet? Ja, dat vind ik moeilijk te beantwoorden. Ik ben wel gek op Chinees porselein. Daar ben ik erg gek op. Ik vind dat mooi. Ik vind de symboliek erachter vind ik mooi. Ik hou van de verhalen uit die streken. Dus ja, dat vind ik leuk. Maar ja, als ze met iets moois komen van zilver of een kleinood of wat ook, en ik vind het mooi en leuk, nou ja, dan heb ik ook wel zin om het te kopen, als het tenminste betaalbaar is. Leeft een antiquair een beetje in het verleden? Nee, dat dacht ik niet eigenlijk. Nee, ik leef echt wel in het nu. Maar je hebt je wel omringd door allemaal dingen uit voorgaande tijden, hè? Ja, dat wel. Ja. Ja. Voel je daar senang bij of zeg je, nee, maar het is gewoon handel? Nee, ik zie ik zie het ambachtswerk erin. He, als ik wat een mooi schilderij of ja, een mooi meubel, daar zie ik het ambacht in. En dat is echt heel bijzonder. Als je weet waar je op moet letten, wordt het steeds leuker. En ik geef ook cursussen aan de Volksuniversiteit. En dan probeer ik dat over te brengen. He, want er zijn mensen die zeggen bijvoorbeeld over een gefineerd meubel, oh, dat is maar fineer. He, maar dan probeer ik duidelijk te maken waarom dat nou juist zo mooi is. He, dat ze daar zoveel dingen mee kunnen. En dan achteraf dan zeggen ze, goh, we hebben zoveel geleerd. We hebben het zo leuk gevonden. En nou ja, daar geniet ik van. Ik kijk hier naar de dingen die hier liggen en daar. Ja. Ben jij een ambachtsman? Ja. Dat heb ik nooit af kunnen leren. Mijn schoonvader zei, Willem, zei hij, dan moet je eens goed naar me luisteren. Want hij zag me altijd bezig werken. Hij zei, je moet het geld verdienen met de handel en niet met je handen. Maar dat heb ik nooit kunnen afleren. Ik wilde altijd werken met mijn handen. Daar hou ik van. En dat betekent dat jij klokken repareert. Ze kunnen met alles komen, Peter. Het kan me zo gek niet wezen. Ik vind het juist leuk als ze met iets komen wat ik nog niet eerder heb kunnen repareren. Want daar leer ik weer van. Dus het is gewoon een voortdurend proces van bezig zijn en genieten van iets wat opknapt. Dat is zo leuk. Kijk eens, met één zo'n zetje loopt hij bij wijze van spreken al een uurtje of vier. En dat vind ik leuk. Iets repareren en dat het dan weer doet. En dan denk ik, nou Willem, dat heb je toch weer gefixt. Dat vind ik nou gewoon leuk. Het is in de vorige eeuw heel traditioneel geweest dat mensen gelegenheidsborden lieten maken. Zo ook hier zien we een gelegenheidsbord ter gelegenheid van de bevrijding van Nijmegen. En dat staat hier zo mooi geschreven, 21 september 1944.
Dergelijke borden konden op verschillende plaatsen gemaakt worden, maar dit is een typisch bord wat gemaakt is in Noord-Limburg en wel in de plaats Tegelen. Daar was de fabriek van Russell Tiglia gevestigd. En daar zijn in de jaren tussen 1935 en 1955 duizenden van dergelijke borden gemaakt. Het is typisch een pottenbakkersproduct. En het aardige daarvan is dat de decors, dat die decors tot stand zijn gekomen door gebruik van angobus, gekleurde kleipap, die ervoor zorgde dat het decor geschilderd kon worden. Daarvoor werd gebruikt een napje met erin een ganzenpen van de ganzenveer. En daarmee konden die decors allemaal aangebracht worden. Heel veel handwerk, interessante traditie daar in Noord-Limburg. Deze schotel heeft een waarde van ongeveer 100 euro. Een boekje, keurig netjes staat de naam. Herman Moerkerk, staat erin gestanst. En als we het openslaan, dan zien we dat we te maken hebben met een schetsboek. Met prachtige tekeningen, telkens aan de linkerzijde. En dat zijn echt prachtige tekeningen. En zo staat het hele boekje helemaal vol. Het is van u? Ja. Kent u Herman Moerkerk? Laat ik dat eerst even vragen. Ik ken zijn werk, want hij is inmiddels meer dan 50 jaar geleden overleden. Meer dan 60 jaar zelfs. Ik ken zijn werk. Ja. Dat is het eigenlijk. Ja, en hoe komt u aan dit? Nou, het is eigenlijk van mijn man. Mijn man is wel een liefhebber van zijn werk. En die heeft het gekregen van iemand uit de familie, van de familie Moerkerk. En Simon, jij bent zeer enthousiast over dit boek. Meer dan enthousiast, Peter. Meneer is geboren in 1879, overleden in 1949... Ja. Is autodidact, dat is heel bijzonder. Maar als je dit boek openslaat, wat dus een handleiding eigenlijk is voor een historische optocht, zoals het hier staat. Dus de historische optocht in Haarlem, 1245-1945. En je ziet dan die prachtige illustraties, die werkelijk superbe zijn. Ik zal het zo houden dat de kijkers het allemaal goed kunnen zien. Het is tot in detail. Het heeft schwung, het heeft alles. Het heeft aan de rechterpagina de informatie over de betrokken personen. Hier is bijvoorbeeld de keizer Barbarossa. Frederik Barbarossa die in een riviertje verdrinkt in Joegoslavië in 1192. Toen was het ook al gevaarlijk in deze streken. Hè? Prachtig, prachtig, prachtig. Als je ziet deze ridder te paard. Tot in detail gedaan. Het is zo duidelijk. Maar wel met een hele vlotte. En een hele vlotte hand. Ja. Het is geweldig. Het is bijna karikaturaal. Maar toch kan een regisseur en een kostuumontwerper die het moet uitvoeren, die kan hier gewoon mee aan de slag. Ja. Dit heeft een onvoorstelbaar hoog niveau. Dit is buitengewoon doortimmerd. Dit is Isings, Jetses en dan deze grote naam. Het is werkelijk buitengewoon. Heeft die man, want ik hoor dat jij hem heel veel waardering geeft. Ja. Heeft die man in zijn leven ook heel veel waardering gekregen? Nou, hij heeft heel veel werk in ieder geval gehad. Want zoals mevrouw zei, hij heeft decors ontworpen. Hij heeft voor toneelgezelschappen heeft de kostuums ontworpen. En als hij dat heeft hij op deze wijze gedaan. Het was geweldig. Ik bedoel, het is makkelijker om gewoon deze kleur aan te geven van deze wambuis. Maar de man heeft dan nog eventjes een iets donkere kleur net onder zijn buik gezet om die buik wat aan te zetten. Dus het is absoluut oog voor detail. En wie een oog heeft voor detail, die maakt iets fatsoenlijks. Dit is al de tijd dat mensen behoorlijk werden opgeleid, alhoewel hij autodidact was. Maar ongetwijfeld getekend heeft op meerdere ateliers. Ja. Want dit is niet uit de lucht komen vallen. Hier is erg veel bloed, zweet en tranen aan vooraf gegaan. Het is, hoe noem je zoiets? Is dit een schetsboek? Is dit een... Ja, dit is een schetsboek. Speciaal voor die historische optocht die in Haarlem is gehouden. Ter gelegenheid van hun, moet ik het goed zeggen, 700-jarig bestaan. Ja. En dat is geweldig, want hij heeft dus nogmaals, hier heeft hij alle details weergegeven. Hij heeft historische achtergronden bij de personen gegeven. Hij heeft gezegd hoe het moet zijn. Hij geeft zelfs op een gegeven moment in de tekst aan of je kleine of grote mensen moet hebben, de corpulente mensen. Dus hij gaat echt in detail. Hij heeft meegedacht met de regisseur en de kostuumontwerper uitvoerder. En als je nou kijkt naar zo'n boek, in hoeverre is daar belangstelling voor? Zijn er mensen die werken van Moerkerk
verzamelen bijvoorbeeld? Nou, er is niet zo lang geleden is er iets aangeboden voor 350 euro een aquarelletje. Eén aquarel. En hier zitten er meer dan één in. Ik heb ze niet geteld, maar het zal er zo'n 125 zijn. En het is een compleet boek. Dit zou bijvoorbeeld voor de gemeente Haarlem verschrikkelijk leuk zijn om dit te verwerven en om daar een tentoonstelling over te maken. Want ongetwijfeld zijn van deze prachtige optocht schitterende foto's gemaakt. Ja, dat denk ik ook wel. En hoeveel zou mevrouw ervoor moeten vragen? Ja, dat zijn moeilijke zaken, want je kan niet zeggen 25 keer 300. Zo werkt dat niet. Het is 7500. Het zijn niet echte zelfstandige aquarellen. Het zijn weliswaar kleine tekeningen met aquarelverf gemaakt. Maar ze staan dus met z'n allen op een blad. Ja. Dus het is iets anders. Als we zeggen dat je hier 100 euro per blad zou moeten rekenen, maar 25 is 2500 euro. Dat lijkt me een hele reële prijs. Ten meer dat je ook nog het handschrift erbij hebt. Ja. Prachtig voor de gemeente Haarlem. Ik denk het ook, ja. Om hier iets leuks van te maken. Voor mij op tafel een koperen kandelaar, ofwel een blaker. Zo'n kandelaar die je mee kunt nemen naar je slaapvertrek om vervolgens daar ook verlichting te hebben. In een vrij strakke stijl. Mooi uitgevoerd, met popnageltjes vastgezet. Greepje zit eraan. Allerlei beleidingen zijn daarin aangebracht. Heel mooi met de hand gemaakt. Gemaakt door de firma Amstelhoek. Een Amsterdams bedrijf, opgericht door een juweliersfirma. Firma Hoeker en Zoon zaten daarachter. Een bedrijf dat ook erg meedeed met de moderne vormgeving van die tijd. Kunstnijverheid en de moderne vormgeving ervan was iets wat zij promoten. Zij waren ook in contact met de architect Berlage bijvoorbeeld. U kent hem wel, van de beurs van Berlage in Amsterdam. En die hele strakke vormgeving die we hier zien is dan door een tijdgenoot van Berlage gemaakt. Eisenlüffel, Jan Eisenlüffel. Wordt gezocht, is gemaakt rond 1900 en zo'n kandelaartje is vandaag de dag tussen de 300 en de 400 euro waard. We kijken naar het portret van een volgens mij vriendelijke, maar wel een energieke dame op een of andere manier. En ik kan dat rustig zeggen, want u kent die mevrouw, hè? Het is mijn oma. Het is uw oma? Ja. Het is uw oma. Was het een vriendelijke mevrouw en een kordate mevrouw? Wist wat ze wou? Ja, wel streng, maar... Wat deed ze? Had ze, ze was lerares Engels op het Lyceum in Amsterdam Oud-Zuid. Ja, ja. En wie heeft dit portret, tenminste, wie heeft opdracht gegeven voor dit portret? Ik denk mijn opa. Ja. Ja. Dat hij het... Dat hij dat een goed idee vond. Ja. Ik vind het een mooi portret op een of andere manier. Vind jij het een mooi portret? Ja, ja? Ja, maar die kon het wel. Hè? We hebben het over Willem Gerard Hofker. Ja. En dat is een eigenlijk iemand die... er wordt wel gezegd dat hij wel 800 portretten geschilderd heeft. En dan moet je rekenen dat hij les gehad heeft van Isaac Israels en van Willem Witse. Nou, dat zijn nogal namen ook. En hij kon het ook heel goed, hoor. Maar eigenlijk is hij hier niet het beroemdst mee geworden. Nee, hij is in 36 is hij met zijn vrouw, die ook weer een dochter was van een bekende schilder, Reuter, is hij naar Nederlands-Indië gegaan. En vervolgens hebben ze een jaar of 10 op Bali gewoond. En daar heeft hij die Balinese danseressen heel veel geschilderd. En die schilderijen die brengen waanzinnig veel geld op. En daar is hij dus wereldberoemd mee geworden. Toen hij na 10 jaar terugkwam, was eigenlijk het klimaat in Nederland wat veranderd. En met zijn toch realistische schilderkunst was hij nou niet meer de meest artistieke schilder hier. Daar was hij ook wat teleurgesteld over. En hij is ook nog wel een tijdje voort blijven beduren op die Indonesische voorstellingen die hij maakte. Maar hij heeft ook veel geportretteerd. Hij was dus in 1946 weer terug in Nederland. Nou, zie hier het portret, geschilderd in 1952. Dus hij heeft daar gewoon ook voor zijn broodwinning heeft hij ook die portretten weer geschilderd. Maar wel heel verdienstelijk, hè? Heel knap, heel knap. Dat kon hij heel goed. Ja, ja. Prachtig is dat. Want u heeft ook een portret van uw grootvader. Dat is ook door hem gedaan? Ja, ja. Precies dezelfde grootte. Iets andere lijst zit eromheen. Want deze lijst is een vervangende lijst, want de oude lijst had het niet meer overleefd. Dus. Nee, dit is... Maar ik heb nog zo'n gelijk portret nog thuis van mijn opa. Ja.
leuk hè? Ja, en 800 portretten heeft die man zo ongeveer gemaakt in zijn leven. Dat schatten ze, ja. Ja, en dan zijn natuurlijk, kijk, die Balinese voorstellingen, die zijn uitzinnig duur. En dan heb je ook wel wat portretten van Hollandse vrouwen, man, die soms ook duur. Maar dan heb je vaak dat het interessante politici waren of iets dergelijks. Die waren dan ook weer kostbaar. En hij heeft trouwens ook een heel mooi portret geschilderd. En daar was hij ook heel trots op dat hij daar opdracht toe had van koningin Wilhelmina. Ja. Nou, ja, maar goed, dit is een verder voor ons of voor het publiek onbekende dame. En dat maakt natuurlijk voor de waardebepaling wel uit. Ja, en waar kom je dan op uit? Ik zou toch wel zeggen een 3 tot 5.000 euro. Kijk aan, kijk aan. Ja, u gaat het niet verkopen. Nee. Het is uw oma, maar 3 tot 5.000 euro. Maar ja, dan heb je ook. Dat is een mooie prijs. Duur oma. Ja, een duur oma. Ja, dat mag ik wel zeggen. En als je dan, we zien het portret van... Van opa zien we er niet bij. Maar dat is net zo groot. Dat is in diezelfde tijd geschilderd. Kan je daar blindelings van zeggen? Oh, dat is dan ook 3 tot 5.000. Dat is het weer met die oude mannen, hè? Een vreemde oude man. Niemand hangt hem aan de muur. En die zijn dan toch altijd nog weer iets lager in waarde. Ja. Ja. Nou, deze mevrouw zou ik best aan de muur kunnen hebben. Ja. Vriendelijk mevrouw. Ja, ja, ja. Leuke oma heeft u. Ja, schat van een mens was het echt. Hallo. Hallo. U bent de mevrouw met het dingetje achter het glas, hè? Ja. Deze. En we vroegen ons af of het ivoor was. Nee. Het is biscuit. Daar bent u achter. Ja. Biscuit. Biscuit. Hebben ze uitgelegd wat dat was? Een soort porselein. Ja, het is een soort porselein. Vonden ze mooi? Ja, ze vonden hem wel mooi, ja. En hoeveel is die nou waard? Ja, tussen de 75 en de 175 euro, hè. Tussen de 75 en de 175 euro. En wat doet u nou? Hou, hoor. Hij gaat gewoon weer terug, want hij hing op de slaapkamer, hè? Ja, ja, ja. Okay. Dan gaat hij ook weer netjes terug. Nou, in ieder geval, het is belangrijk dat u nu weet dat het geen ivoor is, toch? Ja. Ja. En uit 1910. Nou, helemaal goed. Nou, wijzer geworden. Ja, dankjewel. Oké, ook bedankt, hè? Ja. Ja. Tussen de 75 en de 175 euro. Maar het maakt niet uit. Hij komt gewoon weer terug te hangen waar hij hing. In de slaapkamer. Heel mooi.